Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Grote kans dat je misschien naar de titel kijkt en denkt bij jezelf, je hebt vorige week toch ook al gade tv-programma's gemaakt? Ik was het eigenlijk ook helemaal niet van plan deze week, eigenlijk in eerste instantie. Normaal gesproken doe ik gade tv-programma's eigenlijk de afgelopen tijd misschien 2 keer in het jaar of zo. Echt super weinig. Veel te weinig eigenlijk. Maar ik had dus nu voor het eerst sinds een hele lange tijd weer een gade tv-programma's gemaakt. En wat mij opviel is dat heel erg veel mensen die mij al volgen sinds de early days in één keer tevoorschijn kwamen en van zich lieten horen. En in één keer had ik een soort van besef dat ik dacht, wow. Deze mensen volgen mij gewoon serieus al vanaf het begin. En die zijn er nu schijnbaar nog. En in één keer voelde ik echt zo'n gevoel van blijdschap. En toen dacht ik echt van fuck man, these are my people. Dit is gewoon de squad die mij gewoon al zo lang kent. Die mij al zo lang volgt. En ik denk nu ik wat ouder word dat ik me echt wat meer leer beseffen hoe waardevol dat is. En ik voelde dat echt. En toen dacht ik oké, ik ga er gewoon nog één maken. Ik vond vorige week echt ontzettend amusant om het te maken. En ook zo leuk dat jullie er allemaal zo leuk op reageerden. Dan ga ik volgende week wel weer nadenken over iets anders. Mocht je daar ook suggesties voor hebben, laat het vooral weten in de comments. Dus ja, I love you guys. Dat voelde echt goed. Thanks daarvoor. Klets vooral ook mee in de comments, want dat vind ik gewoon gezellig. Goed, laten we nu maar gewoon gaan beginnen. We ontmoeten het dufste stel van heel Nunspeet. Kathleen en Kees. We zijn vandaag in Nunspeet. Dit is Kathleen met haar aanstaande echtgenoot Kees. 3 maanden geleden zijn ze verloofd. En over een half jaar gaan ze trouwen. Ik heb Kees ontmoet in de zaak van zijn ouders, waar ik werk. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar het is het wel geworden. Ja, liefde op het tweede gezicht is het dan, Kathleen. En dat zorgde wel voor wat problemen, omdat Kees gereformeerd is en ik ben katholiek. Het verhaal gaat dus over 2 christelijke mensen. De een is gereformeerd en de ander is katholiek. En dat zorgt gewoon nu al voor gezeik. En ik had wel verwacht dat onze omgeving daar moeite mee zou hebben en dat was ook wel zo. Ik wil er heel erg bij benadrukken dat ik in deze aflevering het programma en de acteurs op de hak neem. En dat ik uiteraard gewoon wel respect heb voor het geloof en op wat voor manier mensen dat willen invullen. Ik ga nu als Sophie van YouTube even de aflevering afzeiken. Maar weet dat ik als Sophie in het echte leven absoluut geen oordeel heb over hoe mensen hun leven besluiten in te vullen. Wat voor keuzes ze maken. Dat soort shit. In principe waren mijn ouders niet heel erg blij dat ik me met een katholiek meisje ging verloven. En ik denk dat als ze Kathleen niet hadden gekend, hadden ze het ook niet geaccepteerd. Ik zelf had ook liever met een gereformeerd meisje getrouwd. Maar ja, Kathleen is voor mij gewoon de ware. Nou, daar komt Kathleen toch nog even goed mee weg. Kathleen en Kees zijn lid van de beweging Ware Liefde Wacht. Ware Liefde Wacht. En dat betekent dat ze geen seks zullen hebben voordat ze getrouwd zijn. Ik vind dan, hè, als je dan besluit om niet te naaien voor het huwelijk, moet je dat helemaal zelf weten. Maar om je dan vervolgens bij een beweging aan te sluiten? Ja, lukt dan gewoon niet. Ga in plaats daarvan lekker op tennis of zo. Heb je er wel zin in? In de huwelijksnacht, wat denk jij? Nee, in ons huwelijk. Alsof Kees dan nu gaat zeggen, nee, eigenlijk niet. Laten we het hele huwelijk maar afblazen dan. We zijn allebei nog maagd. En veel mensen vinden het belachelijk. Nee, we vinden het niet per se belachelijk. We vinden gewoon jullie club belachelijk. Maar goed jongens, jullie ding. In beide gemeenschappen is het huwelijk een heilig instituut. En ik ben gewoon heel blij dat Kathleen dat ook zo ziet. Want anders had ik niet met haar kunnen trouwen. Ja, die vind ik ook wel mooi. Maar ik denk dat mijn ouders hem iets te bloot vinden. Ja, echt? Ja. Ik vind Kees wel echt een zeikert hoor. Je trouwt toch niet met die moeder? Haal die jurk gewoon. Kathleen heeft iets op te wichten. In de katholieke kerk is de gelofte van kuisheid heel belangrijk. Dus om als maagd het huwelijk in te gaan. En dat vind ik een heel mooi principe. Er is alleen wel een probleem. Ik ben dus geen maagd meer. Oh jee. Nou, hebben we het niet over. Zullen we anders even naar binnen? Nou, ik wou eigenlijk even langs mijn broer gaan in zijn café. Waarom? Om hem uit te nodigen voor de bruiloft. Waarom wil je je broer erbij hebben? Omdat je misschien familie bent. Nou ja, ik dacht misschien is het een manier om ons te verzoenen met de familie. Herman, de broer van Kees, is het zwarte schaap van de familie. Ze hebben met hem gebroken omdat zijn manier van leven niet bij hun geloof past. Oh nee, nou, dat was het punt juist. Er is iets voorgevallen met de broer. Hey Kees. Hey. Wat doe jij nou hier? Hoe lang is het dan niet geleden? 6 maanden, hè? De broer van Kees wordt ook direct als een gigantische zondaar neergezet. In een kroeg, bedordrenkt met alcohol. Willen jullie wat drinken? Nee. We komen eventjes wat vertellen. Wij
hebben groot nieuws. Nou, vertel. We gaan trouwen. Echt? Wat leuk, jongens. Jij zult wel zin hebben in die nacht, hè? Dit is ook weer zoiets. Kees zegt tegen zijn broer dat hij gaat trouwen en het eerste wat die broer zegt is... Oh, je zou wel zin hebben in de huwelijksnacht. Je zou bijna het idee krijgen dat die broer ondanks zijn rock'n'roll leven ook nog nooit een flamoes van dichtbij heeft gezien. Plot twist? Toch wel. Ik wil hem eigenlijk helemaal niet zien. Herman is de reden dat ik geen maag meer ben. Herman is de reden dat ik geen maag meer ben. Oeh. 3 maanden geleden was ik op een feestje en toen heb ik een hele domme fout gemaakt. Ik heb alcohol gedronken voor het eerst in mijn leven en... Herman was daar ook. En toen is het gebeurd. Ik moet het Kees vertellen, maar ik weet nog niet precies hoe. Ik zou persoonlijk beginnen met Kees. Ik heb je broer geneukt. Misschien komt het weer goed. Ik zou er niet op rekenen, maar ik ga erover nadenken, goed? Denk er rustig over na. Voor mij zou het gewoon heel veel betekenen als je erbij bent. Ik denk in alle eerlijkheid dat je meer plezier kan hebben met die broer dan met Kees. Dus ik snap er wel. We ontmoeten de ouders van Kees op de zaak. En als we het deze aflevering over de zaak hebben, dan hebben we het over een crematorium. Lekker luchtig. Ze hebben een eigen uitvaartcentrum. Hallo. Wat zijn jullie laat? Had u ons eerder verwacht? Nee, maar ja, ik heb een verrassing voor jullie. Ik ga even zitten. De ouders van Kees vinden wat van Kathleen. Als ik had geweten dat ze katholiek was, had ik haar waarschijnlijk de baan niet gegeven. En nu wil ze ook trouwen met Kees. Daar was ik in het begin niet onverdeeld gelukkig mee. Maar zoals ik haar heb leren kennen, is het een heel deugdelijk en degelijk meisje. Nou, deugdelijk niet echt, want ze doet het met je andere zoon. Maar voor die zonde zal ze later nog wel branden. Maak je daar maar niet altijd druk over. Een katholieke schoondochter, 50 jaar geleden, was dat ondenkbaar. Ondenkbaar, inderdaad. Maar gelukkig veranderen de tijden. Ik voel me echt verschrikkelijk. Ik bedoel, Kees' familie is zo lief voor me. Ja, nou, ze accepteren je. Dat is oprecht wel echt de bare minimum wat je voor iemand kan doen. De ouders van Kees hebben Kathleen geaccepteerd als hun aanstaande schoondochter. Dit in tegenstelling tot haar moeder, die grote moeite heeft met Kees. Goed, die kan je er waarschijnlijk weinig bij voorstellen. Maar, hoe heet het? Kathleen's moeder, Maria, die is nog moeilijker dan de ouders van Kees allebei bij elkaar. Ja, maar mam, het is toch mijn huwelijk en niet de jouwe? 2 geloven op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen. En dat vind ik erg lastig. En ik vind dat Kathleen zeker een beetje rekening met mij kan gaan houden. Wat me hierin wel heel erg opvalt is dat het eigenlijk over iedereen gaat, behalve die 2 gaarde tieners die met elkaar willen trouwen. En sinds het overlijden van mijn man, 16 jaar geleden, heb ik haar alleen opgevoed. En dat is al best wel zwaar. En dan denk ik van nou, hou ook een beetje rekening met mij. Ik had de laatste weken last van buikpijn. Ik wist het echt wel dat het... Ik kon betekenen, maar ik wou het niet weten. Je hebt diarree, je moet ongesteld worden. Ik heb uiteindelijk toch maar zo'n test gekocht. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ik ben dus zwanger. Hoe moet ik dit aan Kees vertellen? Beetje net als bij het verhaal van Kinneke Jezus, gewoon onbevlekt zwanger. Ik dacht dit dus altijd op de middelbare school. Als je gewoon 1 keer onveilige seks had, dat je dan gelijk zwanger werd. Dat je gewoon van seks altijd zwanger werd. Ja, Kathleen is gewoon het levende bewijs. Yvonne is mijn beste vriendin. Ik ken haar al heel lang, sinds we op de basisschool zaten. Toen zongen we ook samen in een kerkkoor. Goed, in dit verhaal is er weer een uber BFF aanwezig. Ze kennen elkaar van klarinetles en ze gaat aan de vriendin vertellen dat ze gesext heeft. Ik ben geen maag meer. En gelofte dan? Oh my god, vriendin, ben je niet benieuwd hoe ze het gehad heeft? Hoe ze lans eruit zag of ze is klaargekomen? My goodness! We gaan volledig de essentie voorbij. Die Kees, met zijn stomme praatjes. Maar ja, een man is een man. Ze zijn ook allemaal hetzelfde. Kees weet van niks. Hoe bedoel je, Kees weet van niks? Ik ben naar bed geweest met Herman. God... Hoe heb je zo stom kunnen zijn? Ja, ik vind het een hilarisch verhaal, om eerlijk te zijn. Het komt gewoon door die alcohol. Ja, precies. Het was natuurlijk allemaal de alcohol. Dat Kathleen misschien gewoon een geile meid is, dat laten we buiten beschouwing. Balen van dat ik eerder ben weggegaan op dat feest.
kom hier. Als ik erbij was geweest, dan was het zeker niet gebeurd. Ja, die stond al klaar met een emmer heilig water om de pret te bederven. Ik ben zwanger. Goed, nou ja, Kathleen is dus zwanger, dus ze komt er eigenlijk niet echt meer onderuit. Ik zou nog wel even wachten misschien met vertellen dat je zwanger bent. Ja? Ja. Ah joh, dat begin je over een paar weken pas te zien. En je vriend ziet je toch nooit naakt, dus daar kom je nog wel even mee weg. Je moet geen overhaaste beslissingen nemen, hè? Ik bedoel, het kan ook nog anders lopen. Wat bedoel je? Nou ja, bijvoorbeeld, wie weet krijg je wel een miskraam. En dan is alles weg. Dan hoeft niemand te weten wat er gebeurd is, toch? Ja, het is alleen een traumatische ervaring, maar ja, dat zie je dan wel weer. Heel absurd verhaal dit. Kathleen gaat het even met Herman bespreken. Ik heb met veel vrouwen gekloot natuurlijk. En nou ja, ook met jou natuurlijk die nacht 3 maanden geleden. En ik moet je heel eerlijk zeggen, die nacht sindsdien... Ik denk gewoon sindsdien veel aan je. Lady in the streets en the freak in the sheets, ja... Herman kan Kathleen gewoon niet vergeten en hij heeft een dringend verzoek. Ik wil dat je het huwelijk met Kees afzegt. Deze mensen hebben wel echt scheid aan elkaar, man. Dat zeg niet normaal. Ik ben verliefd op jou. Wat? Ik ben verliefd op je. Sinds die ene nacht dat ik met haar naar bed geweest ben... heb ik gewoon een heel apart gevoel bij haar. En ik heb dat aparte gevoel heb ik altijd al wel gehad voor haar, maar nooit zo sterk. Ik moet wel zeggen dat het wel scheelt dat hij de familie al uitgezet is. Want ik zou echt niet weten wat er verder nog kapot te maken valt. Oh, wat moet ik daar nou mee? Ik ga trouwen met je broer. Ik kan toch met hem gaan praten? Als jij het niet wil, als jij het niet kan. Hoe verwacht hij ook dat dit gesprek gaat gaan? Hey bro, ik heb je verloofde geneukt. Het zou echt super fijn zijn als je rekening houdt met mijn gevoelens door niet met haar te trouwen. Beetje omgekeerde wereld. Hey, dan heb ik nog wat voor ons. Voor de huwelijksnacht. Ik heb het mooiste hotel van de Veluwe geregeld voor ons. Kees weet van niks en staat inmiddels op springen. Dan gaan we er wat moois van maken. Want ik kijk er naar uit met jou. Jeetje. Ik kan echt niet meer wachten. Kathleen komt voor zichzelf op. Gaat het goed met je? Mam, ik zou het heel fijn vinden als je je een keer niet alleen maar met de kerk bezighoudt en een keer met mij. Ik maak me wel een beetje zorgen om Kathleen. Ze reageert de laatste tijd een beetje vreemd. Het zijn zwangerschapshormonen. En waarschijnlijk komt dat natuurlijk omdat ze gaat trouwen. Dat is ook niet niks. Ik zou het trouwens niet erg vinden hoor, als ze niet zouden trouwen. Dan worden mijn gebeden alsnog verhoord. Goed, nou ja, de moeder gunt haar kind duidelijk helemaal niks. Echt, wat een ellende. Ik kom hier niet voor de gezelligheid. Ik wil je vertellen dat ik van Kees hou. En Kees houdt van mij. Kathleen gaat Herman even de waarheid vertellen en komt later weer samen met haar Uber-BFF. Ik zat gehouden, waarom ben je dan met mij naar bed geweest? Ja, dat was die alcohol natuurlijk die avond, dat snap je ook. Een meisje zoals jij, die gaat door een beetje alcohol echt niet zomaar met een jongen naar bed. Ik heb nog nooit gedronken van mijn leven. Ik was dus gisteren bij Herman, want hij had me gebeld, hè? Dat had ik je verteld. Ja, dat had je gezegd. Ja, en ik kwam het café binnen en hij... Ik kwam eigenlijk meteen ter zake en zei dat hij verliefd op me is. Echt waar? Ja. Ja. En ben je ook verliefd op hem, of...? Nee, natuurlijk niet. Ik ben toch verliefd op Kees? Ja. Natuurlijk niet. Nou, weten wij niet. Beginnen we echt steeds meer te verbazen over deze aflevering. Ja, oké, maar toch, op dat feest... Ja, ik kan me niet voorstellen dat je niet met hem meeging als je hem niet leuk vond. Ja, maar dat kwam door de alcohol. Wat een geneuzel, de meid drinkt ook een keer een bol. Ja, zelf heb ik nog nooit gedronken. Maar ik geloof niet dat je van alcohol blind wordt. Je krijgt er wel hoofdpijn van als je te veel drinkt. Ja, ik moet eigenlijk steeds vaker denken aan die nacht met Herman. Yvonne heeft ook gewoon gelijk. Tuurlijk vond ik hem leuk die avond. Het was heus niet alleen de alcohol. Ik vond hem ook leuk toen ik hem voor het eerst ontmoette. Maar ja, wat moet ik hier nou mee? Ik denk dat God het zo heeft gewild, Kathleen. Kathleen komt thuis en de bom is gebarsten. Wat zie jij eruit? Ik heb het Kees verteld. Wat? Mag ik weten wat hier aan de hand is? Wat heeft hij Kees verteld? Ik ga even met Herman praten. Wat een bemoei al die moeder zegt. Tering! Anyhow, de bom is gebarsten. Wat is er gebeurd? Kees is opgepakt door de politie. Ik heb hem gebeld en ik heb hem alles verteld. En aan Hermans oog te zien, pakte Kees het niet heel erg lichtjes op. Ja, ik weet niet zo goed. Ze was een beetje in de war. En ik heb het idee dat er wat speelt.
En in één keer gaat dan de deurbel en dan staat Herman daar voor de deur, de broer van Kees. En die zegt van, ja, ik heb het Kees verteld. Ja, wat is er verteld? Ik weet niet waar het over gaat. Hij heeft een blauw oog. En dan loopt hij weg en Kathleen loopt achter hem aan. Ja, ik weet het niet. Ik heb er een slecht gevoel over. Nou, moeders, kan je één ding vertellen? Deze situatie is één flinke biecht. Kathleen gaat ervan uit dat hun huwelijk wordt afgeblazen. Nu haar verloofde een deel van haar geheim kent. Kathleen is verder wel opgelucht. Ze denkt dat haar huwelijk eindelijk van de baan is. Hé, lieverd. Is het waar? Het spijt me echt heel erg. Ik wil het niet horen. Je kon er niks aan doen. Je was dronken. Die Herman die deugt niet. Mijn ouders hebben gelijk. Hij is bezeten door de duivel. Oh, nou, die optie had ik nog niet afgewogen, maar het lijkt me een redelijke verklaring voor deze enorme tyfus, sorry. Hij is bezeten door de duivel. Wat heeft Herman dan precies verteld? Hij beweert dat hij van je houdt en dat jij ook van hem houdt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, want zo'n jongen als Herman, die kan van niemand houden. Hij wil gewoon ons huwelijk kapot maken, maar dat gaat hem niet lukken. Nee, inderdaad. Mijn ouders hadden gelijk. Die jongen is slecht, bezeten. Maar ik laat het niet toe, hoor, dat hij mijn huwelijk kapot maakt. Ik hou van Kathleen en ik ga gewoon met haar trouwen. Lekker hè, Kees, met je kop in het zand. Ik weet echt niet hoe ik me moet voelen. Ik bedoel, moet ik blij zijn? Kees wil nog met me trouwen. Maar ja, hij weet natuurlijk niet dat ik zwanger ben. En dat kan ik ook niet heel veel langer blijven verzwijgen. Want als het zo doorgaat, pas ik niet in mijn jurk. Liever denk je niet dat het verstandig is om die bruiloft een paar weken... Oh, nee. We gaan morgen gewoon die bruiloft bespreken. En we komen hier overheen. Het is een hobbel. Die we samen gaan nemen. Kom op. Ja, jongens. Nemen jullie lekker die hobbel. Komt goed allemaal. Kathleen gaat het aan de moeder vertellen. Je vader zou zich omdraaien in zijn graf. En wat denk je van de kerkgenootschap? Je bent ongetrouwd en zwanger. Moeders, misschien sympathiek om even te vragen hoe het met je dochter zelf gaat? Ik ga in elk geval geen abortus laten doen. Nee, natuurlijk ga je geen abortus laten doen. Dat is nog erger dan ongetrouwd een kindje krijgen. Als ik het zo hoor, kan je het dus eigenlijk nooit goed doen. Waar het op neerkomt is dat je nooit mag zondigen dus. Dan kan het kindje ter wereld komen en dan kunnen we het per adoptie af gaan staan. En dan kom je terug. En als Kees echt van jou houdt, dan wacht hij wel op jou. Mam, het is mijn kindje. Of Kees dan nog met me wil trouwen of niet. Ik kan het toch niet afstaan? Het gaat zoals ik het wil. Want anders wil ik je nooit meer zien. Ja, ik weet dus dat dit nep is, maar ik word helemaal pisneidig van die moeder. Zo ga je toch niet met je kind om? Dat kan je niet menen. Oh ja, dat kan ik zeker menen. En hier ben ik heel resoluut in. Of je staat het kindje af voor adoptie, of je hoeft mijn huis niet meer in te komen. Omdat er met moeders en met Kees geen gesprek mogelijk was, probeert ze het opnieuw. Met Herman. Ik wil je iets vertellen. Wat? Je weet wat er die ene avond is gebeurd. Ja? Ja, ik was erbij. Ik ben zwanger. Van mij? Je weet zeker dat het van mij is? Ja, natuurlijk is het van jou. Jij bent de enige met wie ik naar bed ben geweest. Dat scheelt dan wel weer. Ik ben ook van plan om het te houden, maar... We kunnen het samen opvoeden. Hoe bedoel je? Wij. Met z'n tweeën gewoon. Herman, de hopeloze romanticus. Ja, maar ik wil Kees niet kwetsen. Daar is het een beetje laat voor, wijfie. Hoe zij je dat nu gaat oplossen met Kees en de familie, die keuze zal ze zelf moeten maken. Het is heel moeilijk om met je verleden te breken. En ja, ouders moeten gewoon van je houden. En niet alleen als je aan hun voorwaarden voldoet. En ik wil dat later zeker anders gaan doen. Tenminste, als Kathleen me die kans gaat geven. Ik moet zeggen, Herman lijkt me wel de beste oplossing om uit deze tyfuszooi te komen. Maar goed, eerst even de boel opbiechten aan de fam en dan zien we daarna wel weer verder. Komt geen bruiloft. Wat? Als dit over Herman gaat, dat komt allemaal wel goed. Ja, het gaat wel over Herman. Ik draag een kind van hem. Wat? Ik draag een kind van Herman. Nee. Je ziet die hersenen ook echt ratelen van die mensen. Kan iemand ze misschien uitleggen hoe kinderen gemaakt worden? Het kind wordt goed ontvangen. Ik ben vervuld met
afschuw. Kathleen in verwachting van Herman. Van Herman kon je zoiets verwachten. Die heeft echt gekozen voor een leven in zonde en daarom heb ik geen contact meer met hem. Maar Kathleen, zo'n degelijk meisje. Aan de andere kant is ik wel katholiek. Die gaan toch lichtzinnig om met zonde dan wij. Pff, wel echt vermoeiende bende, zeg. Kathleen wordt ook gelijk de laan uitgestuurd. Er is echt op geen enkele manier ruimte voor gesprek. Liever, het spijt me zo. Ik denk dat je beter even weg kan gaan. Lief, het ligt echt niet aan jou. Ga weg, Kathleen. Ga weg. Kees, die weet ook weer een manier te vinden om de situatie direct weer helemaal op zichzelf te betrekken. Ze is zwanger van mijn broer. God straft me voor die zondige gedachten. Inderdaad, van masturbatie word je blind en van denken aan seks met je verloofde krijgt ze een buitenechtelijke baby van je broer. Het huwelijk is van de baan. Mijn moeder heeft me verstoten. En ik voel me echt heel erg vreemd. Maar ik voel me ook wel opgelucht. Nou, van die akelige mensen ben je af, dat scheelt. We gaan weer 3 maanden later even kijken en ja, het gaat goed met Kathleen. Na alles wat er gebeurd is, hebben mijn ouders liever niet dat ik nog met Kathleen omga. Maar ja, het is mijn beste vriendin en ik laat haar echt niet vallen. En ze gaat ook zeker op mijn bruiloft komen. Wat voor jurk zou jij willen, denk je? Ik denk toch wel een witte. Echt wel een mooie witte. Je ziet ook dat ze het kind heeft gehouden, want ze ziet er ontzettend stabiel zwanger uit. Hup, handje op de buik. En met Kees gaat het ook goed. Ja, gaat op zich goed. Ik ben nog steeds alleen. En ik blijf wachten op de ware. Hij is wel nog steeds maagd. Goed, ja, en dan hebben we Herman nog. Neem jij ook iets? Tuurlijk. Ik ben super trots op Kathleen. Zij heeft gebroken met het verleden en is opnieuw begonnen. Ik weet natuurlijk hoe het is. En het heeft mijn gevoel voor haar alleen maar versterkt. Het liefst ga ik morgen met haar samenwonen, trouwen. Zij wil dat nog niet. Nog niet. En nou, we zien wel waar het schip strandt. Ik voel in ieder geval meer voor haar dan ooit. Proficiat, jongen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat het van een ontzettend benarde situatie naar een iets minder benarde situatie is gegaan. Ik vond het weer een belachelijke aflevering. Dit was het in ieder geval alweer. Ik ga er een einde aan breien, want dan kan ik de boel editen. En dan ben ik morgen op tijd met uploaden. Dat vind ik ook echt de meest satisfying shit ever. Als ik gewoon bedenk, ik ga op maandag een video maken en ik heb hem op zondag al afgemaakt. Love it. Goed, hoop gelul. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Adieu!